Op een koude winternacht wordt een meisje van haar fiets getrokken en het bos ingesleurd. Ze wordt op beestachtige manier vermoord. Het moment is 5 februari 1970. De plaats delict het onland. En het slachtoffer is de 12-jarige Rini Wielhezen. Ik denk dat veel mensen opgroeien met de wetenschap dat dit nooit is opgelost. De angst dat de moordenaar een van de buren is. En ik denk uiteindelijk dat het in de overlevering van generatie op generatie toch altijd een rol speelt. En ik denk dat dat een echo is van de gebeurtenis in 1970. Ik heb inmiddels ook gehoord dat het dossier was overgegaan van de een naar de ander. Dat er zaken uit het dossier weg waren. Dus ik ben alleen maar meer nieuwsgierig geraakt van wat er dan toch allemaal is misgegaan. Nu ik in de laatste aflevering heb afgesloten met de brievenbus, merk ik dat mensen met hele specifieke aanwijzingen komen. Ze wijzen echt mensen aan en ze zeggen echt, je moet daarnaar kijken. Het is 50 jaar, 51 jaar geleden dat dit gebeurd is. We kunnen hier ook nog een tijdje over doen voordat we al dan niet iets nieuws vinden. Ondanks dat het verjaard is, is het denk ik toch wel heel goed als het antwoord komt op heel veel vragen.